COC maakt zich zorgen over toenemend homogeweld. 3 gewonden door ongeval op de A50. En natuurliefhebbers maken zich zorgen om bijstand in de provincie. Een mishandeling bij een gaycafé in Groningen, een belaging van LHBTI-jongeren in Eindhoven en een mishandeling van een vrijwilliger bij het COC-kantoor in diezelfde stad. Het was geen goed weekend voor de regenbooggemeenschap. Hoewel er in onze regio voor zover bekend geen geweldsincidenten hebben plaatsgevonden, maakt het COC regio Nijmegen zich wel zorgen over de toenemende dreiging richting LHBTI'ers. Zaterdagavond belaagden 20 mensen een bijeenkomst voor minderjarigen in het pand van COC Eindhoven. De groep trok de regenboogvlag eraf en stak het in de brand. Een vrijwilliger van COC die de groep aansprak, kreeg een klap. En dat was nog niet het enige. In hetzelfde weekend werden er meerdere medewerkers van een gaycafé in Groningen mishandeld. Ja, ik denk dat afgelopen weekend wel weer heeft aangetoond dat we nog lange weg te gaan hebben voordat we allemaal in Nederland kunnen zijn wie we zijn. Moeten we ons in Nijmegen zorgen maken? Ja, gelukkig hebben we hier in de afgelopen tijd eigenlijk geen grote incidenten gehad in Nijmegen. Maar ja, dat dachten ze tot vorige week in Eindhoven natuurlijk ook. Wel ervaren veel LHBTI'ers microagressie. Wat je ziet zijn afkeurende blikken bijvoorbeeld. Of dat mensen toch aangesproken worden of scheldwoorden naar zich toe gezonden krijgen. Dus niet uitingen van een regenboog of zo durven te laten zien uit angst om daarop aangesproken te worden. En dat geeft ook al een gevoel van onveiligheid. Bij danscafé Marcus Antonius praten veel gasten over de incidenten van de afgelopen weekend. Maar de eigenaar ziet vooralsnog geen reden om maatregelen te nemen. Ik heb nog geen signalen gehoord van dat er hier in Nijmegen of zo ook zoiets zou gaande zijn. Mensen voelen zich niet onveilig of zo? Die geluiden heb ik nog niet gehoord. Dus dan ben je ook denk ik niet van plan om bijvoorbeeld beveiliging voor de deur neer te zetten? Nee, dat is niet nodig. Het COC hoopt dat er meer aandacht komt voor dit onderwerp, zeker gezien de samenleving polariseert. Een van de dingen is dat we nog steeds homospreekkoren in voetbalstadions, dat we dat normaal vinden. Hoe zouden we dat kunnen voorkomen? Ja, nou bijvoorbeeld door net zoals bij andere scheldwoorden die we in het verleden niet meer goedkeurden, door dan bijvoorbeeld de wedstrijd stil te leggen of in ieder geval echt maatregelen op te nemen. Ja. Nederlanders kunnen dit weekend symbolisch hun solidariteit betuigen na de incidenten van afgelopen weekend. Ja, aanstaande weekend wordt opnieuw de vlag gehezen in Eindhoven. En we willen eigenlijk vanuit Nijmegen, eigenlijk vanuit heel Nederland, solidariteit betuigen daarmee. En eigenlijk iedereen oproepen om ook de vlag uit te hangen die dag. Om te laten zien, in Nederland kan je jezelf zijn en mag je dat ook laten zien. Op de A50 bij Heteren gebeurde maandagavond een ernstig ongeval. 2 voertuigen kwamen in botsing en daardoor raakten 3 personen gewond. Het ongeval gebeurde iets voor 9 uur. Diverse hulpdiensten werden gealarmeerd en de traumahelikopter kwam ook naar de locatie. Door het ongeval werd de snelweg voor een groot deel afgesloten. De toedracht van het ongeval is nog niet bekend. Een stadsbus en een scooterrijder zijn maandagavond met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde rond 11:45 op het Hertogplein in Nijmegen. Door nog onbekende oorzaak raakte de scooterrijder de zijkant van de bus, waarna de bestuurder ten val kwam en gewond raakte. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De buschauffeur en de passagiers kwamen met de schrik vrij. De reizigers zijn per taxibus verder gebracht. De politie sloot het Hertogplein enige tijd af na het ongeluk. Het gaat al jaren niet goed met de bijstand in onze provincie. Natuurliefhebbers maken zich grote zorgen en daarom wordt alles uit de kas getrokken om de komende weken de bij een handje te helpen. Zo is onlangs de Bijenvoedselbank weer geopend, waar geïnteresseerden gratis bloemzaad kunnen ophalen om bijen, hommels en vlinders te ondersteunen. De bijenstand is de afgelopen 30 jaar met maar liefst 75% afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Bijenstichting. Meer dan de helft van die bijen staat op de rode lijst. Dus die worden bedreigd. En zelfs als je dan kijkt naar die 55% van die 350 soorten op die rode lijst, is bijna een kwart van die bedreigde bijensoorten, die hebben we al jaren niet gezien. Dus die zijn mogelijk zelfs al uitgestorven. En dus moet er hoognodig iets gebeuren. Op zo'n 300 locaties door heel Nederland verspreid zijn er daarom voedselbanken voor bijen opgericht. Hier kunnen geïnteresseerden gratis bloemzaad ophalen, zoals bijvoorbeeld hier op deze zorgboerderij in Arnhem. De bijenvoedselbank dient als voedselbank voor de wilde bijen, dus dat ze pollen en nectar
kunnen halen uit de wilde planten. Vorig jaar hebben wij al een deel van het zaad dat we uitdelen hier in deze strook ingezaaid. En die staat er nu zo bij. Dat vind ik een hele goede actie, want de bij heeft het moeilijk, de wilde bij. We gaan ze uitzaaien in onze moestuin. Er staan al veel bloemen, maar er zijn ook bloemen in die we nog niet hebben. Dus dat krijgt een goede bestemming. In totaal worden er 60.000 zaadpakketjes uitgedeeld. Het plan is dat de zaadjes op 22 april op Nationale Zaaidag massaal worden geplant. Misschien dat de bijenpopulatie hierdoor iets zal aansterken. En dan kijken we even naar de sociale media. Wij zijn Nijmegen gemeld op Facebook dat dit weekend de gemeentelijke speeltuinen van Nijmegen weer zijn geopend. Het gaat hierbij om de Leemkuil en Brakkevoort. Afgelopen weekend waren er allerlei activiteiten als aftrap van het nieuwe seizoen. Smaakmarkt doet via Instagram een oproep aan muzikanten om zich aan te melden voor een optreden op de Vierdaagse feesten. Smaakmarkt verzorgt sinds enkele jaren het festival Ramblas op de Schaikbetonsingel. Voor de donderdag van de Vierdaagse feesten zoeken ze nog muzikale invulling voor hun podium. En de pagina Drone Wageningen plaatst op Facebook een prachtige luchtfoto van het Lexcusveer bij zonsondergang. Het is de veerpont tussen Randwijk en Wageningen. Er staat verder geen bericht bij, maar het is wel een mooie foto om te zien. Ja, en dan sport. Eerste paasdag speelde NEC de uitwedstrijd tegen FC Emmen. NEC is in de race voor een play-off plek voor Europees voetbal. Maar dan moeten de punten wel gepakt worden in Emmen. En dat lukte nou net niet. NEC en Emmen wisten namelijk beide niet te scoren. En de eindstand was dan ook 0-0. Dan ben je als trainer Rogier Meijer dus niet tevreden. Nee, zeker over de uitslag niet, hè. Ik bedoel, als je gezien hebt de wedstrijdbeeld... Dan hadden we moeten winnen. Zeker ook gezien het aantal kansen wat we gecreëerd hebben. Dus daar ben ik uiteraard niet tevreden over. Ik ben wel tevreden over het spel van een groot deel van de wedstrijd. Op een hele moeilijke grasmat hebben we denk ik goed positiespel gespeeld. Ja, voldoende kansen gecreëerd, maar niet gescoord. En dat is teleurstellend. Nee, verwijt je jouw ploeg dan nog iets? Of is het vooral het balletje dat net niet goed valt? Verwijten niet. Ik bedoel, ik denk dat we, wat ik al zeg, voldoende kansen hebben gecreëerd. Alleen in het laatste gedeelte van het veld, ja, misschien soms de keuzes iets beter. Ja, de uitvoering dan, hè. Ja, weet je, ik denk dat dat altijd beter kan. Alleen dat is ook het moeilijkste van het spel. Welk gevoel neem je mee naar volgende week, naar Vitesse? Spel goed, energie in de ploeg goed. Na vorige week veel beter. Dus dat nemen we mee richting Vitesse. En dat is een mooie wedstrijd voor ons en dan willen we graag laten zien... Wat we eigenlijk het hele seizoen al laten zien en dan thuis winnen van Vitesse. Ja, en dan er was nog meer nieuws met Pasen over NEC. Want gisteren werd bekend dat Soufiane El Karouani zijn contract bij NEC niet gaat verlengen. De 22-jarige back zal dan ook transfervrij vertrekken deze zomer bij NEC. El Karouani was al langer met NEC in onderhandeling over zijn aflopende contract... en kreeg zelfs nog wat extra bedenktijd van technisch directeur Carlos Albos. Toch kwamen beide partijen er niet uit. Het is de tweede speler die niet bijtekent en transfervrij weggaat. Want eerder werd nog bekend dat verdediger Ivan Marquez ook niet gaat verlengen. En dan het weer. Na een paar lenteachtige paasdagen deed het weer vandaag alvast een klein stapje terug. De zon was wel geregeld nog te zien, maar er waren ook de nodige buien die over de regio heen trokken. En de temperatuur was nog maar zo'n 12 graden. Morgen wordt het helaas niet beter. Dan hebben we in de ochtend nog te maken met een regengebied dat langzamerhand het land uittrekt. Daarna wordt het even droog. In de middag weer enkele buien en er staat ook een stevige wind. Temperatuur morgen wederom zo'n 12 graden. Donderdag is het weerbeeld precies omgekeerd. Dan start de dag met enkele buien en wordt het later langdurig droog. Ook vrijdag houden we het wisselvallige weer nog even aan. In het weekend zal het wat vaker droger blijven. Op de temperatuur gaat dan weer langzamerhand wat omhoog naar 15 en misschien 16 graden. Ja, dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. En heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan even een mailtje naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Tot dan!